op het moment dat hij instapt, lift hij. Dat gaat synchroon. Op het moment dat hij doorstapt, doorklieft hij. Dat gaat synchroon. Dat is wat hij doet. Nog een keer. Probeer sober en efficiënt te bewegen. Op het moment dat hij trekt, staat hij rechtop. Rechtop. Deze verhouding verandert niet als hij draait. Dit blijft intact. Op het moment dat hij aanvalt, ontmoet ik hem. Ik ontmoet hem op een hoog punt. Ik ben uit de lijn en mijn voet wijst al naar hem toe. Omdat dat mijn draairichting is. Die gaat die kant op, ik draai rechtsom. Nu verleng ik zijn beweging en ik pak hem hier vast. En ik verleng zijn beweging niet recht naar beneden, maar mee in mijn draaicirkel. Dus deze kant op. Nu stapt hij mee, dan moet ik hem een pas voor zijn. Dus nu loop ik schuin voorlangs, door, totdat hij weer, waar we net met die armklem ook over hadden, uit balans is en ik sta rechtop. En hier vandaan maak je harder mee. Zijn hand die het zwaard vast heeft, wil ik zo min mogelijk ruimte geven. Op het moment dat hij ruimte heeft, kan hij van alles doen. Ik neem hem mee in een cirkel, daar zit de versnelling. En dan moet ik gelijk die hand fixeren. Nog een keer. Dus je moet hem een versnelling geven. Hier geef ik hem die versnelling. En die hand zet ik gelijk vast op mijn knie. Want daar wil hij natuurlijk in een echt gevecht, zou hij die hand natuurlijk zo snel mogelijk terug naar halen. Dus dat moet ik vastzetten. Vast. En ik duw mijn duimhuis tegen mijn bovenbeen aan. Hier zit hij vast. Nu leun ik erop. En dan zak je door en maak je die klem. Duidelijk. Ik zie dat je zijn hand niet vastpakt met de duim, maar dan boven. Omdat hier verleng ik. Ik verleng hem. Op het moment dat iemand vol gas met een zwaard naar beneden slaat, en ik zou hier mijn duim eronder hebben, kan ik dat niet redden. Dus het enige wat ik doe is zijn beweging continueren. Daar. Dus ik grijp hem eromheen. En als ik hem zo vastpak, kan ik mijn duim niet op mijn, hoe heet het hebben. Dus sommigen zijn wel bewegen, moeten niet stijver dan anders worden. Dus mijn duim zet ik hier, met de duimhuis zet ik hier vast. Hier zit hem vast. En dan leun ik. Oké? Nogmaals, wij gaan.